Jurgen van Hout, burgemeester van Rijsselholte. Enige tijd geleden heeft u een oproep gedaan aan de inwoners van Rijsselholte om met verhalen te komen. Waartoe die oproep? Ja, omdat ik al anderhalf jaar met heel veel plezier burgemeester mag zijn van Rijsselholte. En het mij eigenlijk vanaf het begin opvalt dat we een hele mooie gemeente hebben waar heel veel mensen ook trots op zijn. Maar dat we het soms wel eens moeilijk vinden om dat met elkaar te delen, om daar ook één verhaal van te maken. En daarom dat ik dacht van ik zou het wel heel mooi vinden als inwoners mij ook vertellen, ook als burgemeester, van wat zijn nou die plekken waarvan u zegt, ja, daar ben ik echt trots op. Wat is nou datgene van onze mooie gemeente waarvan u zegt, ja, daar word ik echt blij van. Dus vandaar die oproep, deel uw verhaal van Rijsselholte. Ja. De inzendtermijn voor die verhalen is inmiddels verstreken. Kunt u iets zeggen over de inzendingen? Ja, we hebben heel veel inzendingen gehad, onder andere ook via de sociale media. Via Facebook heeft het reacties opgeleverd bijvoorbeeld, of via Instagram. En het zijn overwegend positieve reacties, dus dat vind ik ook heel erg leuk. Ook om het gevoel wat ik zelf al bij onze gemeente had, om dat nog eens een keer versterkt te zien door de reactie ook van onze inwoners. En er zijn ook een aantal mensen die zeggen van, nou, ik zou het wel heel leuk vinden om het verhaal ook persoonlijk aan u te vertellen. Dus ik heb ook een aantal afspraken met mensen waar ze me ook kunnen laten zien van, nou ja, wat is nou datgene wat mij aanspreekt of waar ik trots op ben. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Want uiteindelijk zijn we samen één gemeente. Maken we ook samen dat verhaal. En is het ook heel erg mooi om dat ook met elkaar te delen en te vertellen. Kunnen de inwoners van Rijsselholte daar ook deelgenoot van worden, van die verhalen? Ja, uiteindelijk gaan we dat verhaal wat we horen, die verhalen die we horen, gaan we proberen te vatten in één gezamenlijk verhaal van Rijssen, van Holte, van die mooie gemeente Rijsselholte. Volgens mij hebben we de planning om dat het begin volgende jaar, 2025, bij Leven en Welzijn natuurlijk, om dat dan ook uit te brengen, zeg maar, ook als in een voorstel, ook richting gemeenteraad en richting samenleving, hoe dat gezamenlijke verhaal er dan uitziet. Bent u tevreden over het aantal inzendingen en het niveau van de inzendingen? Jazeker, ik ben echt heel erg tevreden over het aantal inzendingen. Het zijn er veel, het zijn ook hele positieve reacties, dat vind ik ook heel erg leuk. Mensen hebben niet gedacht van, nou, laten we eens een keer eventjes gaan vertellen wat we allemaal niet leuk vinden. Maar juist echt inderdaad, wat is nou zo mooi aan onze gemeente? Dat is veel, dus de reacties zijn ook veel, zijn daarin ook breed. En daar gaan we echt een mooi verhaal van maken. Is er ook een verhaal dat u persoonlijk heeft getroffen? Ja, er was één verhaal van mensen die een ervaring hebben met de gemeente en ook met het loket van de gemeente. Dus het gaat om het verstrekken van zorg. Daarvan heb ik ook gezegd van, nou, dat vind ik een dusdanig verhaal, daar wil ik graag met u over in gesprek gaan. Dus dat zijn wel, daar waar de gemeente natuurlijk ook afwegingen moet maken, vind ik het heel belangrijk om daar ook naar te kijken van, hebben we dat nou ook op de goede manier gedaan? En zijn we nou ook die barmhartige gemeente die we graag met elkaar ook willen zijn? Dus aan uw oproep, kom met verhalen, is ruimhartig gehoor gegeven. Ja, absoluut. Dat kunt u zeker zeggen. Dank u wel. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Want samen maken we dat mooie verhaal van die mooie gemeente Rijsselholte. Dank u wel. Ook bedankt.